ik daar op die stoel zat, zat ik te kijken naar dit restaurant. En dat was ongeveer 15 jaar geleden, was ik met een vriend van mij op de fiets op weg naar Zwitserland. We waren vroeg vertrokken en we hadden ongelooflijk zin in koffie. En de ober was op het terras stoelen aan het verzetten en wij naar hem toe. Heb je al koffie? Nou, nee, maar ik maak het wel. En zo kwamen we binnen. We namen koffie, nog een koffie, appelgebak. En toen zou ik afrekenen. En toen zei hij tegen mij, jij mag niet betalen. Want als ik mijn baas vertel dat ik de voorzitter van de Elfstedenvereniging heb laten betalen, dan kijkt hij me nooit meer aan. Het is een Fries. Dat was mijn kennismaking met Nijmegen. In 2005 was ik hier terug en toen was ik de gast, als Elfstedenvoorzitter was ik de gast bij de Vierdaagse. Het was op de laatste dag en ik wilde heel graag eens achter de schermen kijken. Ja, maar dan voelde je, tenminste ik voelde mij daar een beetje ongelukkig. Want ja, je staat daar achter de schermen, maar je bent er, je hoort er niet bij. Ik wilde er altijd graag nog een keer bij je horen. Want wij hebben de Elfstedentocht, nou het is net gezegd in 2009. In 1909 voor het eerst. Dit is de 100ste. Wij hebben het 15 keer georganiseerd in diezelfde periode. Nou, ga daar eens aan staan. Maar daar zie je ook het hele grote verschil tussen de Elfstedentocht en tussen de Vierdaagse. Wij zijn afhankelijk van het weer. En het merkwaardige is ook dat het bij de Elfstedentocht heel lang om het bestuur gaat. Want de magische woorden, de rayonhoofden komen bij elkaar, zijn heel Nederland op zijn kop. En ja, gaat hij door of gaat hij niet door? En als hij doorgaat, in 1997 hadden we 36 uur om het te organiseren. Nou, dat kun je alleen maar doen wanneer iedereen precies weet wat hij moet doen. En door alles wat er niet bij hoort afkappen. Het is ook heel erg leuk in die tijd om beslissingen te nemen. Want we zaten met de rayonhoofden ook wel eens bij elkaar. Dan zegt iemand, je kunt er nog wel een keer over praten, maar het kost alleen maar tijd. Doen. Dus heel kort, heel snel en dan onze beslissingen nemen. Het is heerlijk. Dat is geweldig. Maar het is ook heerlijk om achter die schermen te kijken. Om eens even te kijken. En ik was er bewondering gekregen voor de enorme en ook de complexiteit van die organisatie. Want als je daar een jaar voor hebt, dan worden er ook hele andere eisen aangesteld. Dan ging bij ons alles mis. Echt, als je daar kijkt later wat er allemaal misgegaan is. Maar iedereen vond het prima. Het was een fantastisch feest. En ik heb het 3 keer meegemaakt. Ik kan u zeggen dat ik in 1985, toen we het voor het eerste keer na 22 jaar konden organiseren, dat ik een geweldige knepen heb. Want waar zit je over in als organisator? Laat er alsjeblieft geen ongelukken gebeuren. Laten we alsjeblieft zorgen dat iedereen over de finish komt. En dat ze goed over de finish komen. En dan kom je, en dan komt er zoals in 1997, dan komen de 2 winnaars, een man en een vrouw, en die staan op het podium, en dan heb je 1 krans alleen maar voor die man. Nou, ik kan u zeggen, ik trof gisteren op een receptie nog een vrouw, en die kwam bij me, en ze zei, weet jij nog, die bijeenkomst in het café in Parga, waar alle vrouwen bij elkaar kwamen, en daar hebben ze me gefileerd. En terecht. Nou ja, dan moet je je draaiboek aanpassen. Maar dan duurt het weer heel lang voor je dat weer kunt uitvoeren. In 1985 hadden we geen verbindingen. Ja, alleen maar een vaste telefoon. En tegenwoordig, met deze telefoon, word je overdonderd door verbindingen. Dus waar wij een probleem hadden dat we geen informatie hebben, hebben ze vandaag de dag het probleem dat ze overdonderd worden door de informatie. En daar zullen ze mee om moeten gaan. Dus er komen enorme verschillingen. En wat is het probleem van de organisatie van de Elfstedentocht? Dat springen door de tijd heen. Ze moeten nu vergelijken met 1997. Nou, er is zoveel veranderd in die tijd. En dan ieder jaar moet je je draaiboek weer aanpassen. Nou, ik vind het ontzettend leuk dat ik nu hier vandaag ben. En dat ik mee mag lopen
de komende tocht, de 100ste tocht, en ik vind het prachtig. Ik heb in 1963 meegedaan als schaatser. En ik heb helaas het einde niet gehaald. Er waren 10.000 gestart en er zijn 69 die de finish gehaald hebben. Ja, die zijn allemaal, ik ben in Vraneker van het ijs gehaald. Het kon niet meer, het was niet meer verantwoord, dus het bestuur heeft gezegd stop. Dus, en dat is de enige keer dat ik het meegemaakt heb. Ik had hoop om ooit nog een keer de Elfstedentocht zelf te kunnen schaatsen, maar die hoop heb ik inmiddels laten gaan. Ik heb veel gefietst en ik ben een paar jaar geleden ben ik op wandelen overgegaan. Nou, dan moet je wel even je knop omzetten hoor. Een fietser kijkt op zijn computertje, die kijkt op zijn afstand, die kijkt naar zijn gemiddelde snelheid, die kijkt naar zijn maximumsnelheid. En dat ding moet je eraf halen en je moet ook in je kop je knop omzetten. Nou, dat is gelukt en ik doe het op dit moment met veel plezier. Dus ik vind het fantastisch dat ik nou een van jullie hoop te zijn die achter de marsleider aan, dat vind ik zo prachtig, en ik zie hem al lopen zo voorop. Helemaal vooraan te kunnen, iedereen erachteraan. Nou, ik was ijsmeester. Dat was ook dan gereed die je op een bepaald moment gebruikt. En dat heeft dan heel veel invloed en iedereen spreekt je daarop aan. Maar nog meer trouwens op het aankondigen van de tocht. Maar nu dompel ik mij onder. En ik wil in die tocht en ik hoop ervan te genieten. Want waar wij het meest van genieten en waar je terugkrijgt, dat moet je, wat krijg je terug? Allerlei recensies in de krant dat het zo prachtig gegaan is. Nee, waar ik van geniet, dat zijn de deelnemers. Hoe de mensen genieten. En ik heb één deelnemer wil ik graag aan het woord laten. Dat was na de tocht van 1985. Hij lag op zijn knieën op het ijs en hij kuste de finishstreep. Arend Vreugdenhil uit Vlaardingen. En ik wil hem graag aan het woord laten en dan sluit ik daarmee af. Nou. Arend.